In de 12 jaar dat Advial de terminal in Rotterdam in bedrijf heeft gehad, is de veiligheid nooit substantieel verbeterd. Het ontbrak binnen het bedrijf aan de wil en motivatie om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. In het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid krijgt Advial er flink van langs. Het opslagbedrijf werd bijna een jaar geleden gesloten naar verschillende lekkages en tekortkomingen. De onderzoeksraad constateert een gebrek aan onderhoud van opslagtanks, onvoldoende investeringen in de veiligheid, werknemers die elkaar beschuldigen, er worden geen lessen getrokken na ongevallen en ook de leiding heeft onvoldoende oog voor de veiligheid. We constateren ook dat een raad van commissarissen eigenlijk alleen geïnteresseerd was in de financiële cijfers en niet in hoe het met de veiligheid staat. Wat dat betreft vinden wij dat het bedrijf in die periode onder de maat heeft geopereerd. Maar ook de inspectiediensten zoals de Milieudienst en de Veiligheidsregio hebben steken laten vallen. De diensten waren op de hoogte van de onveilige situatie, maar ze deden niets. Volgens de onderzoeksraad was er sprake van onderhandelingstoezicht. Er werd jarenlang veel te veel meegedacht met Advial en begrip getoond voor de tekortkomingen. Als je dan eigenlijk nauwelijks ingrijpt en het aantal geconstateerde overtredingen en de sanctionering is echt heel laag, dan ben je als toezichthouder te veel bezig met het nadenken en heb je te weinig professionele afstand tot degene op wie je moet letten. En dat je veel eerder als klassieke toezichthouder je rol moet vervullen.